Ja, dat ik hier klap en dat ik niet daar klap. Oh my ja, en goodness. dat je niet je elleboog omhoog doet. Ja, inderdaad. Is eerste keer. Dames en heren, welkom bij de uh, nieuwe Belm aflevering 14. 14 ja. Ik zei de vorige keer, zei ik 12, klopt. Maar het was 13. Ja. Aflevering 14. In deze podcast gaan we het hebben over waarom mannen niet graag hun gevoelens delen. En ik, kijk, dit, een disclaimer: dit gaat niet uit naar alle mannen. Natuurlijk zijn niet alle mannen zo. En natuurlijk is. Je, je weet wat ik bedoel. Ja. En als je had nog dat dan allemaal ik voor de mensen die ja, aan het vaste zijn. Dan dan en we hebben vorige week hebben we geen podcast opgenomen omdat het was gewoon te, druk. Ja, het het was te was, druk. Het was te druk, het was te ja. chaotisch, het, het lukte gewoon niet. Nee. En um, ja, het is wat het is, man. Quality mm -hmm. over quantity. Yes. Goed, um, wat wilde je nou zeggen? Ja, je, had, je hebt nog iets. Je, had, je zei dus: um, <sus> hè, waarom praat de man niet zoveel over, zo, over jullie gevoelens? Maar het ook een ander onderwerp die je vorige keer zei als afsluiter. Weet je dat nog? Nee, weet niet meer. Van waarom zijn vrouwen zoals ze zijn of waarom doen vrouwen zoals ze doen of zo? Oh, qua... Um, ja, oké. Okay. Yeah? Ja? Ja. Oké, okay, vertel. Jij wilde dus... Jij begon met dit onderwerp, hè? Je zei van nou, toen we de podcast afsloten, überhaupt zo, ik überhaupt wist van wat ga je nu zeggen. Zei jij van uh, het onderwerp die je net benoemde. Um, en ik ben heel benieuwd waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. En soms dan, ga ik, dan ben ik, zeg maar, wil ik een video uploaden op Belm. Mm -hmm. um, en uh, kennelijk is het zo dat als je een video post, dat je daarna nog een beetje moet gaan scrollen. Een beetje moet engageren met de app. Een beetje liken, een beetje commenten, een okay. beetje scrollen. Okay. En dat helpt dan jouw video. Kennen, ik weet okay. niet of het echt zo is. Maar goed, dan doe ik dat. En dan. Soms kom ik van die video's tegen dat dat het ga, dat dat het zeg maar gaat over why why does my boyfriend uh, don't want to whatever weet je wel dat, mm. waarom willen ze niet hun gevoelens delen of whatever dit mm. dat ze zo so. en dan ga je naar de comments mm -hmm. dat tenminste dat is wat ik doe en dan ga ik lezen en dan zeg en dan zie ik allemaal vrouwen dingen reageren van ja die van mij doet ook zo en dan denk ik van ja maar waarom dit en ja en dan scroll ik één video verder en dan zie ik staan ik zag een keer een video staan ja yeah. ik zag een keer een video staan en de video uh, in die video ging een man uh, nee, het, waren, het, het was een, een segment van een video. En in die video uh, um, uh, waren er volgens mij vier vrouwen, vier mannen. En uh, die vier vrouwen moesten uh, één man uiteindelijk uitkiezen. Niet om mee te whatever, maar volgens mij meest attractive of meest uh, de beste man of zoiets tussen hun. Okay. Nou, dus ze hadden wat gevraagd. Uh, een van die vrouwen die, die stelde een vraag van. Um, heeft één van jullie ooit gehuild. En één, en één man die zei gewoon. Drie mannen zeiden nee. Waarschijnlijk hebben ze gehuild. Waarschijnlijk hebben ze gehuild. Net zoals elke man. En één man zei van ik heb, ik heb gisteren nog gehuild. Ik moest huilen om mijn beste vriend die is overleden, whatever, blablabla. En bij elke ronde moesten ze een man gaan elimineren. En wie hebben ze geëlimineerd? Die man. Waarom? Omdat hij, ze, hij kon zijn emoties niet onder bedwang houden. Ze willen een man die sterk is en niet held. Oh, dit had ik helemaal niet verwacht. Weet ik. En dat, dat is dat is. Zeg maar Dit is, die, dat is dat kromme. Dit is dat kromme. Aan de ene kant is er een groep die wil dat mannen zich kwetsbaar opstelt en aan de andere kant heb je een, een, een groep die eigenlijk, dat eigenlijk helemaal niet wilt en dat mannen mannelijk moeten zijn en niet moeten huilen en geen emotie moeten laten zien. Dus weet je wat ik dacht? Ja. Want ik ging dus naar, naar de comments en mm -hmm. ik zag allemaal vrouwen die allemaal hetzelfde, die hetzelfde dachten van: waarom doen mannen dit? Zeg, zeg maar, waarom doen mannen zo moeilijk over dingen? vertellen waar ze mee zitten, waar ze whatever. Dat of ik zo. me soms ook echt oprecht af. En toen dacht ik, dit is uitstekend, ja. want jij bent een vrouw, uh -huh. ik ben een man, ja. dus jij kan alle vragen stellen. Ja. Nu en dan je wel ga ik, ik ga, ik ga proberen om voor de mannen te spreken en dan over het algemeen. Nogmaals, een disclaimer: dit gaat niet uit naar alle mannen, dit gaat uit naar echte mannen. Grapje, gewoon naar de man. Hoe komt het, denk je, dat? Um, uh, er zo een beeld is van mannen mogen geen emotie tonen, van mannen huilen niet. Hè, vrouwen zijn emotioneler, vrouwen huilen. Hoe denk je dat? Hoe, sorry? Hoe denk je dat dat, dat dat zo is ontstaan, dat dat komt? Ja, het, weet je het, wat is? het is? Zodat dat het vrotje begint. Jij hebt nu gezegd, van jij gaat me nu alle vragen stellen, dus ik ben een beetje de spotlight op mij gekregen. Van ik moet nu alle vragen bedenken. Dus ik moet ook even hey, gaan werken. Ja, gewoon, snap je? Als, als je aan iets denkt, dan moet je dat gewoon erin gooien, snap je? En dan, ja, ja. En, dan, en jij, 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 jij represent nu de vrouwen en ik represent nu de mannen. Over het algemeen, voor zover we Oké, okay, maar kan je dan eventjes een soort van start maken van hè? Dit is waarom we dat ding doen? Want dan kan ik erop ingaan. Waarom? Oké, okay, maar er een hartstikke, hartstikke voor is Er zijn hartstikke veel redenen. Uh, en een van de redenen is: stel je voor dat jij in een. In een. Um, ik, ik, weet je, zullen we gewoon een situatie schetsen? Oké. Okay. Nou, uh, je, je, ben, je, hebt een, je hebt een vrouw of een vriendin en je hebt een kind, dus je bent ook vader. Um, in zo'n situatie waarop een man geen emoties wil tonen en juist de sterkste wil zijn in die situatie, is zodat het niet de, het gezin uh, um, beïnvloedt. Dat is waarom. Als ik mij fucked up voel en ik, en ik vertel dat aan mijn partner, bijvoorbeeld. Dan is de kans heel erg groot dat mijn partner mee wordt gesleurd in, die, in, die, in dat gat. En dat je dan samen weer eruit probeert te komen. Maar aan de ene kant is dat heel mooi, want vanuit een vrouw. Een vrouw wil absoluut die support kunnen aanbieden aan een man en whatever. Maar um, als ik jou meeneem in zo'n zo situatie, zo'n specifieke situatie. beïnvloedt dat ook de, de opvoeding van ons kind. Mm -hmm. En in, in zo'n geval, dus stel je voor: je hebt een man, vrouw en een kind. heb ik het liefst dat, oké, okay, die man. Je weet toch, schijnbedriegd, gewoon lachen... gewoon doen alsof er niks aan de hand is... en figure it out by yourself. En, en dan heb je je vrouw die denkt dat er niks aan de hand is... of die denkt dat er misschien wel wat aan de hand is... maar is niet heel erg, maar kan nog steeds zich focussen op... het gezin en het kind en whatever. Um, dan, heb je, dan heb je in ieder geval één persoon die nog 100% is... en die kan pushen om het allemaal nog goed te man Die man, we regelen dit wel. Binder dan net, weet je wel? Ik, 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 ik hoor wat je zegt... Um. En ik moet zeggen, ik heb dit vaker gehoord van je, ja, dus ik snap het nu. Maar ik stond er eerst volledig totaal niet achter. Ik stond er echt totaal niet achter, omdat één, um, als iemand zich op een bepaalde manier voelt, dan uit die zich ook op een bepaalde manier. Dan straalt die ook een bepaalde energie uit. Dat hoeft niet per se. Vaak wel. Zeker als vrouwen gevoelig zijn voor een bepaalde energie die, die, die uit een. Persoon komt. En als die vrouw dan vraagt aan de man: wat is er aan de hand? Eh, praat met mijn bla bla. Nee, er is, niks, er is niks, er is niks, er is niks. Dan kan die vrouw het ook heel persoonlijk opnemen. Maar als die man zegt: van weet je, dit is er aan de hand. of, je, of die man vertelt een klein minuscuul stukje. dat die vrouw in ieder geval weet: oké, okay, het gaat over werk, of het gaat over de dag... of het gaat over zijn schoenen die niet lekker zitten. Hè? Maar dat de vrouw in ieder geval weet... oké, okay, dit is iets wat totaal los staat... van de familie, van het gezin. Dan kan zij weer door met het haar leven. Want mannen denken misschien van... oh, wij zeggen niks en we houden onze mond dicht. Maar vrouwen zijn niet gek. Vrouwen voelen dat... En dan denkt de man van hé, de vrouw heeft niks door. En de vrouw die heeft alles onder controle. Maar eigenlijk is de, ge de gedachte van die vrouw. Zit bij die man van: hé, hey, hij is stil. Hij, is hij doet anders. Heb ik iets gedaan? Hebben we ruzie? Hij praat niet. Bla 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 bla. Negat... Geef het gewoon aan, de man. En dan is het all good. Snap nou, je de, 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 maar het, moment dat de, het moment dat vrouwen iets opmerken Dat is een van de miljoen problemen. 9, 9 van... Dan zijn ze al te laat of zo. Of wat nee, dat... nee, nee, nee. Oh. Dat, is, dat is één probleem die je toevallig is opgevallen. Maar 9 van de 10 keer zijn het silent battles. Begrijp je wat ik bedoel? Ik, ik begrijp je. Maar en dat ik... is wat ik bedoel. Dus dit, op dat moment is dat jou opgevallen. Oké, okay, hij kan het daarover hebben. Maar over de 200 andere dingen gaat hij, het, hij gaat het daar niet over hebben. En het... Nou, dit is zeg maar een... Kijk, het is een, het is een soort van sacrifice. Wetende van, oké... Okay, ik ga hier niet onder lijden. Het is even moeilijk, maar ik, ik ga er niet onder lijden. En mm. omdat ik er niet onder ga lijden, wil ik niet mijn gezin hiermee uh, beïnvloeden. Want snap ik wil ik. dat het goed blijft. I'll figure this out. Maar waarom denk jij... Maar zodra, jij... Het, iets is, zodra mm. het iets ergs is, zodra je zegt van oké, okay, uh, zelfmoordneigingen of um, gekke depressie of whatever. Dan snap ik, kijk, dan... Ik, ik, ik ben de laatste die zou zeggen: van... Je moet niet met je, met je vrouw hierover praten. Je moet absoluut met je vrouw hierover praten. Want dit is de enige persoon die jou hiermee gaat kunnen helpen. Ja. Um, maar als je stress hebt met werk, laat dat man. Waarom zou je het ja, niet? Nee, is... nee, want als of jij. Trouwens, misschien wel. Wat? Misschien wel, want... want dat is toch onzinnig? Ja, maar als jij zegt: van... Oh, I'll figure it out. Dat is toch niet zo erg. Deel het dan met jou nee, significant en weet je other, je waarom? other, weet je nee, wel? Nee, nee, nee. Weet je waarom dan? Omdat ik van mijn probleem een groter probleem maakt, want jij gaat telkens denken van oh misschien heeft hij zit die, gaat het wel met hem ik, en dan ga je continu vragen van hey is alles goed of gaat het beter met ik hoef me dat hoef ik niet te horen. Ho, stel je wat, voor dat het andersom was. Andersom is heel anders dan. Waarom? Omdat taal. Ik snap je hoor, maar ik zit even gewoon omdat, eventjes omdat te omdat, kijken of wat Oké, okay, uh, omdat ja. het omdat het op emotioneel vlak veel anders gaat lopen. Explain. Um, ja, oh. Ik denk dat een man net zo bezorgd kan zijn als een vrouw. Duizend procent, Dau. Nou, duizend procent. Dat, dat is Of zo. denk je van, oké, okay, een man die is gewoon veel realistischer en die. Mannen denken gewoon oplossend, Dau. Nou. Ja, maar daar ga je al de fout in. Wa waarom? Een vrouw. Oké, okay, dit, gaan... <laughs> dit is. Een Heel podcast. leuk, hè? Dit is gewoon een discussie of zo. Nee, dit met is geen elkaar. discussie. Nee, is een maar podcast. we gaan gewoon met elkaar heen en weer. Maar... maar eerlijk, leuk onderwerp. Ja, maar nu zeg je iets. Mm. En het heeft even totaal niks te maken met... Ja, oké. Okay, ik ben benieuwd, man. Mannen die uh, gevoelens die uit. Jij zegt, ah, mannen zijn oplossend. Ja. Yeah. Vrouwen willen niet altijd een oplossing. Ja. Als, totaal, vergeet even wat we net besproken ja, hebben. Okay, hè. Ja, oké. Okay. Als een vrouw bij jou komt uh, en die vertelt iets... Ja. Weet ik veel wat. Ja, die ja. klaagt over haar dag. Die ja. klaagt over ja. haar, wat dan ook. Ja, ja, ja. Mannen, het eerste wat zij doen is komen met een oplossing. Ja. Die vrouw wilt gehoord worden. En dat is het verschil. Dames ja, en heren. Ja, maar wacht even. Wacht even. Snap je hoe ik bedoel? Een ik vrouw die, nou, die, die ik, op een gegeven ik moment. Snap wat denk vrouw, ja, laat maar, ik ga helemaal niet ik zeggen. Snap wat, ik snap wat jij bedoelt. Of een voorbeeld. Ja. Als een vrouw zegt: Oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Ik voel vandaag echt niet lekker. Heb je water gedronken? Nou, waarom van die oplossende dingen? Soms moet je gewoon het even... Snap je ook? Ik, ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. En dit is het verschil. Ik ben niet hier om te klagen, Daal. Ik heb een probleem en ik wil dat probleem oplossen. Ik ben niet hier van... Oh, Daal, want ik heb een probleem. Laten we het erover brainstormen. <laughs> nee, man. Ik heb een probleem. Ik wil het opgelost hebben. En dat is waarom... Dat is het verschil. Jij zoekt, zeg maar... Jij zoekt... De uh, een vrouw zoekt bij, zoekt bij whatever... Van, hé, hey, uh, ik zit ergens mee. Laten we het erover hebben. Maar niet oplossend per se... En in sommige gevallen misschien wel. Uiteindelijk wel, tuurlijk wel. Uiteindelijk misschien wel. En dat is het verschil hier tussen. Kijk, ik kan met jou. Ik, ik kan, we sparren heel vaak. Ja. Jij hebt een probleem en dan, hebben we, dan ga jij je, je, uit, je luchten. Ja. Ja. Als ik jou een probleem vertel, ik wil mij niet luchten. Ik wil dat probleem niet meer. <laughs> ja. En ik wil het zo snel mogelijk niet meer. Ja. En uh, als ik mijn probleem aan jou vertel, ga jij denken: ik ben aan het luchten. Dat is niet wat ik aan het doen ben. Ik wil dit niet. Ik wil ook niet dat iemand mij vraagt van, hey, uh, uh, lukt het daarmee? Of ik wil niet dat iemand me vraagt van, hey, um, gaat het? En waarom wil je dat niet? Omdat ik mij, je herinnert me aan dingen waarmee ik bezig ben. Hmm. En omdat ik weet van, oké, okay, jij weet dit. denk ik, shit man, zij weet dit. Ik moet het oplossen, want zij denkt hier nu ook aan. Mm -hmm. En ik wil niet dat zij daaraan denkt. Ik wil dat je denkt aan roze geur en manenschijn. Ja, maar het leven is geen sprookje. Jouw leven is een sprookje. Ik probeer jouw leven een sprookje te maken... en die van mijn dochter. Dat is het. Dat is wat ik probeer. En dat is de sacrifice die ik neem. En ik heb liever dat ik die sacrifice neem... dan dat wij die, wij die samen doen. Ik snap je, En uiteindelijk geleden. met schaafwonden en alles... Uh, begrijp je? Ja, ja. Dus ik heb liever dat, dat ik vies word buiten... en dat jullie schoon zitten binnen... dan heb ik in ieder geval twee mannen... twee mannen? Twee mensen die schoon en het leven gewoon perfect kunnen leiden... En uh, is er maar één persoon die die sacrifice neemt? En vind ik dat echt helemaal niet, man. Helemaal niet. En ik zeg niet dat het elke keer zo moet. In sommige gevallen, zoals ik zei, Wat in sommige gevallen ja. moet je het als een team oplossen. Dat is zo. Dat is nou eenmaal zo. Je kan niet. Al, als je, dit is de regel. Als je iets snel opgelost wilt hebben, als je, iets, als, je, als je ergens snel wilt zijn, dan moet je het alleen doen. Als je ver wilt komen, dan moet je het samen doen. Hmm. Hmm. Dat, is, dat is de regel. En, en wat vind jij bijvoorbeeld van... oké, okay, dit is iets wat ik dan uh, voor mezelf hou. Dit is wat ik dan wel deel of zo. Heb je daar bepaalde levels in of zo? Als uh, man zijnde? Sowieso, werkgerelateerde dingen bespreek ik nooit met jou daar. Nooit. Nee, dat weet ik. Want, want ik heb... Dan, kijk, stel er is wat gebeurd, dan denk ik van... ja oké, okay, dat is gebeurd in mijn werktijd. mijn werktijd. Mijn werktijd is nu niet. En zo erg is het allemaal niet... Het is werk, dit hoort erbij. Ja, maar dan waarom denk zou ik me ik... hierover maar dan moeten luchten? dan denk luchten? ik bij mezelf. Van je deelt het toch gewoon, je praat er toch gewoon over. Nee man, nee man. <laughs> ik vind dat echt. Ja, bijzonder. misschien ben ik dat, hoor. En ja. misschien is het niet voor alle mannen, maar ik, sowieso in mijn branche, ja, ik ben weer aangevallen, man. Leg even uit wat je bedoelt met aangevallen. Een website is weer, ik dacht oh, al, oh, is dat een dat website dus is weer offline gegaan omdat het werd aangevallen door een, een hacker of whatever. Ja, ik, uh, waarom zou ik dit moeten vertellen, man? Ik denk gewoon zo snel mogelijk oplossen. Is het opgelost? Leuk, man. Gezellig. En als het vet was om te doen, vertel ik dat. Zoals, zoals een tijdje geleden was er wat gebeurd, had ik dat verteld. Nou, dat vind ik vet. Maar als er een probleem is, denk ik, ja, nee, man. Ik, ik, nee, man. Oké, okay, dat is werkgerelateerd. Ik wil, wat, wat ik nog wil geen meer leuke, leuke... Ik wil geen... <coughs> wat zei je? Dat was werkgerelateerd. Maar andere situaties dan bijvoorbeeld? Um... Andere situaties. Uh, ik denk vooral op mentale staat. Als het niet heel ver is, dan wordt er ook niet over gepraat. Voor dezelfde redenen. Ja, maar ga je dan niet juist in je eigen vingers snijden? Want dan denkt diegene bij zichzelf: het is niet ver, het is niet ver, het is niet ver, het is niet ver. Ben je een paar maanden verder, het is nog steeds niet ver, terwijl je eigenlijk hartstikke diep in de put zit? Ja, dat is, sommige dat mensen is... kunnen dat gewoon niet overzien. Snap ja, je? Ik, ik hoor wat je zegt. Ja, sommige mannen wat je zegt, maar de Maar zoals ik net in het begin van de podcast zei... zei Ik um, ik denk dat als je ver bent, dan moet je het er gewoon over hebben. Ja, nee, maar dan met ben je met, toch überhaupt al te laat? met überhaupt iemand. Maar dan ben je toch al te laat? Je weet niet wanneer je te laat bent dan. Dat weet je toch niet? Nee, je weet het niet. Maar op het moment dat je al ver, ver bent... Waarom niet eerder? Snap je? Omdat als het... Als, denkt dat je, als, je denkt dat je, als je denkt dat je het nog kan oplossen. en dan moet je, je moet realistisch zijn op dit moment. Je moet kunnen erkennen en herkennen op dit moment. Het is belangrijk voor je. En als jij het gevoel hebt. en als jij weet, echt weet van. oké, okay, luister, het is nog niet zover. ik ga dit kunnen oplossen. Um, ik had dan niks gezegd. Want dan denk ik: ja, het, het probleem is. er is nog niet een probleem, er is een soort van verbroeming van een probleem. Wat wellicht groter kan worden. En zodra het groter wordt, dan ga ik erover praten. En stel je voor, de partner merkt iets. En die vraagt een aantal keer van: hé, wat is aan de hand? Ik merk dat je anders doet. Ik merk dat je lekker in je vuil zit. Ik merk dit, ik merk dat. Wat is aan de hand? Nou, op dat Praat moment, met me, op dat moment als dat. man, je moet gewoon geen bitch zijn en je moet het gewoon zeggen man. Mm -hmm. Ja, je moet het gewoon zeggen. Als je echt partner hebt en je denkt van ja man, ride or die. Dan op dat moment moet je het gewoon zeggen. Voor wie hou je het geheim? Wat ben je aan het doen? Want je. Kijk, zodra jij effect hebt op jouw gezin, of op jouw relatie... Ja, want dan is het merkbaar. Ja, dan, dan moet je het zeggen. Je kan hartstikke leuk nog dingen voor jezelf verbergen, maar je bent het nog, nog erger aan het verpesten. In eerste instantie, de man, de man praat niet over zijn gevoelens, zodat het niet andere mensen uh, um, beïnvloedt. Ja. En dan, kijk, meestal praten mannen met hun vrienden. Omdat, hè, dat, dat daar je, je, je kan een soort van relaten. Hmm. En het heeft op uiteindelijk heeft het heeft niet echt de echte invloed, snap je? Um, ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Shit. Hm. Wat was ik aan het zeggen daar? Dat mannen met elkaar. het een stofje in mijn ogen, man. Ja. Dat, dat mannen. Dat mannen met elkaar, hè, mannen tegen mannen, wel erover praten, maar als het invloed heeft op de familie, dan uh, wat willen ze liever niet, zeg maar. Ja. Ik wil gewoon, ik wil gewoon ervoor zorgen dat dat het gezin gewoon zich lekker voelt. Mm -hmm. en ik, 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 ik. Als ik elk probleem ga vertellen, dan ja. Ja, dat hoeft dat ook weer niet. Want sommige dingen kan je ook gewoon zelf oplossen. Dat hoeft niet. Want ja. we gaan het er dan de hele tijd over hebben. En dan, hoe vaker je over dingen hebt, soms werkt dat gewoon negatief. Als jij in depressie zit, moet je zoveel mogelijk praten. Als jij een werkprobleem hebt, hoeft dat niet per se. Dit is werk. Je, werk kan je ja, oplossen. Maar dat is wat ik bedoel. Tuurlijk, maar Tenzij dan je ik... een, een collegiaal issue hebt. Zeker, maar dan vind ik wel dat je als partner zijnde um, moet aangeven van: hé, hey, dit en dit en dit is aan de hand. Maar weet je, als ik erover praat, vertel ik wel er meer over. Nee, absoluut niet. Maar weet je waarom ik dat zeg? Nou, waarom? Want als. Um, Oké, okay, stel, er is iets aan de hand. Ja. Ja? En ja. een man die vertelt het thuis. Ja. Die vrouw heeft het gehoord. Ja. Is er natuurlijk ook mee bezig. En die vraagt dan ook na een paar dagen van, hé, hoe zit dit, hoe zit dat? En dan zegt die man, vraag me er niet over, praat er niet over. Ja. Yeah. Dat denkt die vrouw toch ook van, oké, okay, rustig. Je had me ook gewoon kunnen aangeven van, weet je, ik praat er liever niet over en klaar. Ja. Yeah. Dat is wat ja. ik probeer te zeggen. Oké, okay, ik vertel jou nu mijn probleem en ik zeg toch jou, Daal, niet meer erover praten. Ik ga mijn ding doen en ik denk, shit man, Daal heeft het in haar hoofd. Ze denkt nu ook aan een probleem. Oh, wat als ze denkt dit, of oh, wat, wat, wat als ze denkt dat, Oh, wat als ze, wat denk je? Dit is niet hoe het werkt, dat werkt, Daal. Als ik zeg van, niet erover praten, dat ik opeens denk, oh roze wolkjes. Nee, natuurlijk niet. Nee. Want mijn probleem zit nu in jouw hoofd, dus jij gaat er ook om stressen. Maar die stressen. zit er sowieso, snap je? Nee, je die die zitten zit niet, zodra ik niks laat nee, zien. Nee, maar je hebt het dus al wel verteld. De situatie is bekend, snap je? Nee, maar als je, het vertelt, Dal, als je het vertelt, dan moet je niet die rare guy zijn, die zegt van, laten we het niet, niet tegen me zeggen, of niet dit, niet. Nee, man. Als je iets vertelt, dan moet je transparant zijn met je partner. Klaar. Dat is wat je moet doen. Doe niet raar, want je maakt dingen nog erger dan hoor. Mm -hmm. Is toch raar? Stel, stel je zegt, Daal luister, ik zit echt diep in depressie. Ik, ik zie het, eigenlijk, ik, het is zo moeilijk dat ik het leven eigenlijk niet meer zie zitten. Maar niet meer, met mij over het over praten ja. hè. En dan over de twee weken lig ik in de grond. Nee, maar ik heb het niet specifiek over een depressie. Ik heb het, ja, het maakt niet uit of over wat. Over maar als, als dingen zo erg zijn dat je, dat je het er niet over wilt hebben... kan je het er beter ook niet over hebben met... met... Maar nu spreek je je tegen. Nu spreek je jezelf tegen. Ja, je hebt gelijk. Ik spreek, spreek mezelf tegen. tegen. Nee, maar ik ik bedoel, weet dat je probeert te zeggen. Als, als, als dingen zo zijn dat je dat je, um, dat je. dat je denkt van ja, laat maar, ik heb hier geen zin om over te praten thuis. Of dan, wat dan ook. Dat bedoel ik. Dat. Want depressie ja. en uh, suicide en whatever is allemaal heel anders. erg. Dus dat, je ja. moet dat. Uh, ja. ja. Oké, okay, ehm. Um, <coughs> Wat ik dus al in het begin zei, van weet je, ik weet hoe je erin staat en ik snap je nu volledig. Je moet alsnog, jij weet hoe ik erin sta, ik maar weet we ik hebben het nu, nee, precies. jij bent de vrouwen, ik ben de mannen. Ja. Um, je hebt dus, wat jij net vertelde over die, die, die video, die fragment van, je hebt een groep mannen die zijn van nooit emoties laten zien, nooit huilen, nooit dit, nooit dat, bla. En je hebt dus groep mannen, en waarschijnlijk nog meer groepjes, maar goed, je hebt nog een groep mannen die dan wel... Af en toe is hun en emoties en... tonen, blablabla. Bla bla gewoon de tegenovergestelde. <laughs> ik vind als vrouw zijnde dat een man nooit mag huilen. Grapje. <laughs> je zag, ik zag je al kijken. Nee, natuurlijk wel. Want waarom niet? Ik, ik weet niet. Ik, ik wist niet. Ik dacht echt niet dat je dat zou zeggen, hoor. Ik dacht dat je juist zou zeggen van... Ik vind dat een... Um, dat gewoon de tegenovergestelde van, van wat je zei net. Dus dat ze juist wel hun emoties moeten tonen. Ja. Ja. Ik denk dat het ook een beetje cultuurwise is. Dat in bepaalde culturen... Oh, nee hoor. Nee? Cultuur heeft er weinig mee te maken. Ja. Heel weinig Nou wel, want, want sommige culturen... We naar die land. En daar is het exact hetzelfde ja. als in Egypte. Begrijp je? Jawel, maar, maar je sommige bedoelt, culturen... Hoor. dan zijn die mannen echt softies. Hard. Nee, ja, ja, of, of heel hard. Oh, heel hard of heel soft. Of heel soft. Ik hoor wat je zegt, dat, ja, dat ja. Ik, ik weet, denk weet het. Van, echt, begrijp me niet verkeerd, de mensen die luisteren. Is er is niks mis mee of je soft of heel hard. Misschien is Je hoeft dat niet te zeggen. Oké. Okay. Ga verder met wat je wilt ik zeggen. Ik wilde gewoon zeggen dat, dat ik dus denk dat het misschien ook wel een beetje met cultuur te maken heeft. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou kunnen, maar ik denk dat het, weinig, het heeft er weinig mee te maken heeft. Waar denk jij dat het mee te maken heeft? Ik denk dat dit gewoon iets is van heel lang geleden, dat. Het is altijd zo geweest. Ja, maar is het is toch ook iets cultureels? Zeg maar iets. iets, iets, iets ja, maar een klein beetje. Op een gegeven moment dan. Um, op een gegeven moment dan is er misschien iemand in de evolutie geweest die gewoon tegen zijn zoon zei van... hé, hey, rugrechten. Ja, maar wat, huilen, wat me wel opvalt is vaak... stel je voor een klein kindje valt een jongetje... vanaf het begin wordt al gezegd... oh, stil maar, niet huilen, niet huilen. Je hebt geen pijn, je bent sterk. Jongens huilen niet. Vanaf kleins af aan. En bij ja. meisjes gaan ze wel troosten. En kom maar. En ja. dit, Dat bedoel ik. Omdat de wereld het zo heeft gevormd dan. De man is altijd de provider geweest. En, en de vrouw is, ik weet even niet wat het woord is. Maar de, weet je wel? De man, vrouw protecten. Uh, dat de man, man sterker is, groter. Weet je wel? Dat, 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 dat de man er echt is voor de vrouw. En dan heb ik het niet over van. Vrouwen zijn niks. Dat hmm. is niet wat ik zeg. Nee, nee, maar nee, gewoon. Nee, nee. Uh, dat, dat, dat een man naar buiten gaat om het, om het eten te regelen, om het, oh, dan moeten we, gaan we heel erg ver mm. terug. Hij gaat jagen, weet je wel. Ja, Jij verzameld. komt hier thuis en hier, kijk wat ik heb geregeld. En dan yeah. ma maakt de vrouw het klaar, et cetera, et cetera. Yeah. En ik denk dat. Ik denk dat dit, is gewoon, dit is gewoon van heel lang terug, weet mm. je wel. Van heel ver terug is, 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 is het zeg maar zo gegroeid. Dat is gewoon zo gegaan of zoiets. Het is niet van. Ja, dat, ik denk dat het dat, dat dat vanuit daar komt, toch? Ja. Yeah. Hoe zou jij het in je opvoeding gaan oppakken? Hetzelfde dan. Zeker op voor Kijk, wat ik krijgen, zal, ik zal, een jongetje. Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen: van hij mag wel huilen. Hij, tuurlijk mag hij huilen. Hij maar mag ik, niet huilen, bedoel je? Uh, hij mag niet huilen. Oh, ik dacht dat. Kijk, tuurlijk mag tuurlijk. hij wel huilen. Maar ik, 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 ik zou liegen als ik zou zeggen van, dat hij helemaal open en soft moet zijn. En ja. wat mensen voor soft zien. Kijk, ik, ja. Ik wil uh, uiteindelijk een sterk individu creëren. Ja. Maar dat wil je toch ook Als voor je dochter? Een... Ja, op mentaal gebied. Mm -hmm. Je moet sterker je voeten staan. Mm. Als je een man en een vrouw naast elkaar zet, dan is er een hele grote kans dat de man fysiek sterker is dan de vrouw. Mm. De, die kans is daar. Mm -hmm, mm -hmm. In sommige gevallen is het andersom. Je hebt ook kast voor vrouwen. Ja. Maar dat is, de, dat is... Juna, maar ga ik echt bizar sterk maken mentaal. Ja. Ons dochtertje. Ja. Sterk mentaal. Natuurlijk ook dat als ze valt, dat ze, dat ze. Kom op man, sta op. Dit is het leven. Dat, dat, is, dat, is, dat is hoe, hoe mijn opvoeding is. Ja, even, is. even wel bij vertellen dat je natuurlijk eerst observeert van wat voor pijn ze heeft. Dat, ja, maar dat, ik heb als het niet over haar ons... Armen en ik zeg gewoon... het even voor de mensen die gewoon luisteren, die je niet kennen, die denken van nou, oh, die laat zijn kind gewoon liggen. Gewoon, dat je natuurlijk nee, eerst nee, observeert nee. Ja, hoe je dan. kind valt. En je herkent als ouder bepaalde heiltjes... als ze ja. vallen. Als er eentje is. Uh, je herkent het gewoon. Je herkent het in echt. Vele je herkent gevallen, wanneer het een harde val is, zeg maar. In vele gevallen, als een kind valt, is het heel erg schrik. Ja, ook. Dus als jij, als jij, als jij je kind kunt kalmeren en kan zeggen: van... Weet je wat er is gebeurd? En dan mm. dat, diegene, dat het kind kan praten. Mm -hmm. uh, en als het als kind kan erkennen en herkennen wat er is gebeurd, dan ben je oké, okay, man. Ja. En dan maar... ga, dat, dat is evalueren. Ja, en vanaf dat punt is het: hè? Als het nog een keer gebeurt. Relax, man. Het heeft ook heel erg te maken met vanaf de eerste maanden, dus als het kind niet kan praten, de reactie van de ouders. Ja, als je zo, zo geschrokken als je olifant... Zocht... Uh, ja, natuurlijk, dan. Ja, als je dan... zo geschrokken doet, dan is het natuurlijk. Dan gaat, denk uh... ik, ik was bijna dood. Ja, 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 ja. Maar goed, dus ik, ik, ik stel jou een vraag hoe zij het doen met je en met de opvoeding van stel je voor je krijgt de een zoon. Ja, concluderend, uh, ja, wat zoals ik zeg, ik zou liegen daar als ik zou zeggen van. Hij mag wel uh, alles loslaten. En ik zal hem wel gewoon proberen van... Weet je, kijk, het leven is, staat nou eenmaal zo. Dit is hoe het, hoe het gaat. Hmm. En natuurlijk kan jij het verschil maken. Maar enkel jij gaat niet... Um, um, ik... Ik denk dat... Long story short, Daal. Ik zou hem denk ik gewoon opvoeden als hoe ik wil. eh uh, je zou hem Do gewoon wat harder maken dan dat je je dochter hebt gemaakt. Ja. ja. Er zou wel degelijk een verschil zijn tussen een Eens, man en een hoor. vrouw, denk ik. Een, een jongen en een meisje. Ja. Absoluut. Ja. 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 Ik... Um... En, en hoe... Stel... Um, omdat je net zei van... Mannen praten niet zo veel over hun gevoelens, et cetera, et cetera, et cetera. Hoe zou je dat stukje dan meegeven aan je zoon? Omdat ik bijvoorbeeld denk bij mezelf: ja, ik wil echt dat mijn zoon zijn gevoelens gaat kunnen uiten. bij mij of bij jou als hij ergens mee zit. of als er een probleem is. of hè. hoe kijk je daar dan tegenaan? Heel eerlijk dan? Hm? Ik zou tegen hem zeggen: deel alles met je partner. Ja, maar ik heb het nu echt over tienerjaren. hè? Gewoon, hij woont, hij woont nog thuis. Dan zeg ik: je moet met mij praten. Praat met mij. Hm. Ik, ik ben de vader. Ik zou niet tegen hem zeggen: praat met je moeder. Nee, man. Nee, nee, nee. Want ik praat wel met jou. Ja. Ik vind dat allebei de ouders. Uh... Want jij gaat heel geschrokken zijn. Valt echt mee. Nee, nee, nee. nee. Want je bent, op dat moment, je bent niet partner, je bent moeder. En dat is heel anders. Ja, dat is wel dat heel een anders. Dat is heel anders dan. Je hebt een heel ander. Uh... Als ik tegen jou zeg. Ik, ik snap, dit is een heel raar. Uh, situatie, omdat ik niet in die situatie zit. Maar als ik tegen jou zeg: van ik ga naar werk en ik word gepest. ga jij dat minder fucked up vinden dan als jouw dochter van acht jaar thuis komt en zegt... ik ben gepest en ze heeft een klein beetje schudden naar haar kleren. Ik denk wat het verschil... Ik ga naar schoon en ga vechten ja, wat, het verschil, <laughs> wat het verschil maakt is... als ik dat bij jou zou horen, zou ik... echt heel erg denken van... dit vind ik gewoon heel erg. Dat dat überhaupt kan met volwassenen, zeg maar. Dat gebeurt nou eenmaal, man. En sterker nog, je vergis je echt... hoeveel mensen er gewoon daadwerkelijk gepest worden... Op hun werk. Ja, ja, ik vind het belachelijk. Maar ik, ik wilde me zin afmaken. Ik, ik, ik zei van dat ik het... Stel je voor, jij zou het tegen mij zeggen, zou ik het heel erg vinden. Ik zou met jou kijken naar een andere... Uh, hè, ik, gewoon oplossend. Maar stel, ik weet dat mijn dochtertje wordt gepest. Dan ze, ik, ik ben ik toch kort. Weet je, als ik me aankleed als een kind. Ik kom daar en mensen nou, herkennen denken okay. dat ik een kind ben. Oké, okay, Bruce Lee. Hè, we, zijn, we zijn even hoogte. Snap je okay. wat ik bedoel? Ja, is goed. Dan. Nee, grapje. Is ik goed, ik zou het heel vast als ja, Maar ik zou dat veel erger. Um... Niet per se. Ja, wel. Ik zou het veel erger. Uh... Het is bij de even erg. Even maar de reactie erg... is bij in die situatie allebei anders. Exact. Het gaat jou enorm raken als je kind gewoon gepest wordt. Ja, als je partner gepest wordt. Als je partner gepest wordt. Aan de ene kant. Kijk, je, gaat, je wordt sowieso niet gemat op werk. En dit is heel, je kan dingen heel anders oplossen. Mm. Je kan hem gewoon laten ontslaan, toch? We mm. regelen het dan wel zo. Maar op school is dat anders man. Misschien wordt ze eten gestolen, misschien mm. wordt, wordt haar haren zo of verf of water of whatever. Ik vind pester zo'n heftig iets. Ik denk dat als je een pester bent, of als je een pester bent geweest, dan fuck jou, man. Het is heel simpel. Nou ja, fuck jou man. Wat yeah. ben je voor fuck dat persoon? Je gaar persoon. Gadverdamme Maar zeg. ik denk dat, die, dat de mensen die pesten ook wel echt issues hebben hoor. Het komt ergens vandaan. Oprecht. Ja natuurlijk. Alles ik komt ergens Ik denk niet vandaan. dat een, 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 een happy, goed, vrolijk kind of blablabla, gehoord kind, gezien kind, dat die zo erg gaat pesten. Het komt ergens vandaan. En ik vind het zo vreselijk voor kinderen die gepest worden, want dat maakt zo een groot litteken bij die persoon. Ja. Zelfs op volwassen leeftijd kunnen, er, kunnen ze er gewoon echt wel een soort van trauma's aan overhouden, hè? Absoluut. Absoluut. Zo heftig. Natuurlijk. Ja, Helemaal afgedaald. Ja. Oké, okay, dus dat uh, eventjes over uh, de emoties. Uh... Waar ben jij het niet mee eens? Ja, ik ben het er mee eens. Ik was het er niet mee eens. Waarom ben jij het er mee eens? Omdat ik het nu, ik, uh, het, het, het... Hoe, wat is je spreekwoord ook alweer? Het, uh, je, je plukt er de vruchten van af nu. Nee, Nou, ik, misschien zeg ik hem ook helemaal niet goed. Wat ik probeer te zeggen is. Nee, waarschijnlijk wel hoor. Maar ik oh. uh, weet gewoon. Ik, ik weet het gewoon allemaal niet zo. Ik um, was het er niet mee eens. Omdat ik wel dacht van. Hè, praat erover. Praat met mij. Ik ben toch je vrouw. Waarom vertel je mij niks? Um, heb ik iets gedaan? Weet je wel dat ik die gedachtengang had. Um, maar op een gegeven moment, nou, we zijn nu zes jaar getrouwd, dus op een gegeven moment heb jij mij ook dit verteld van hoe je erin staat. We hebben erover gehad. Ik uh, ben het gaan begrijpen. En ik weet ook wat jij zegt van bepaalde dingen, zeg jij, vertel jij bepaalde dingen wat minder snel. Maar als het inderdaad echt wel erg is, komt er echt wel een gesprek. Komt er echt wel dat het eruit komt. En zeker als het merkbaar is. Um, dus daar was ik het specifiek niet mee eens. Maar ik ben het er nu. Nu snap ik het. Oh. Ik heb in de meeste gevallen. Heb ik, uh, ik, kijk. Een probleem oplossen. Dat zal ik altijd alleen doen. Dat is waarschijnlijk de, de realiteit. Ik zou liegen als ik denk dat ik dat samen met jou zou moeten doen. Um, moeten en kunnen is anders. Hè? Dit is gewoon mijn gevoel. Ik, voor mijn gevoel heb ik, ik, ik heb altijd het gevoel dat ik het alleen ga doen. En dat is niet omdat jij het niet kan of jij het niet wil. Dit is omdat ik het zo wil. Begrijp wat ik bedoel? Als ik een groot probleem heb, dan denk ik van oké. Okay, um, hoe ik dit oplos, is ik ga naar jou toe, ik ga met jou praten. Maar ik hoef geen gesprek. Ik wil dat je naar mij luistert. Hmm. Als jij je goed herinnert, als ik me echt vaktap voel, ik ga met jou praten. Ik praat, ik praat, ik praat. Ik praat en dan verdwijn ik gewoon. Ik ga, dan ga ik weer weg. Ja. Ik hoef niet van... Uh, ik, ho ik hoef niet je mening. Ik, nee. hoef niet je, uh, ik, ik, ik hoef niet dat je me vraagt hoe het met mij is. Snap je wat ik bedoel? Ja, en dit, hoe dit, komt dit of whatever? Dit, 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 komt misschien dan, dit, klink, dit kan heel gek klinken hè, bij mensen. Dat, je gewoon, uh, dat we een gesprek hebben. En je praat, je praat, je praat, je praat. En je bent weg. Dit kan heel gek ja, klinken bij mensen. Het is niet alsof mensen. ik doe van uh, daar luister dan uh, bakstenen. Nee, 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 nee. Dat is het niet. Nee, nee, nee. Daarom dus zeg ik eventjes wel schetsen hoe het dan is. Op een gegeven moment voel je aan elkaar van: oké, okay, het gesprek is klaar. Er is gezegd wat er gezegd moet worden. Um, ik weet op een gegeven moment ook wel van: oké, okay, wat vraag ik wel, wat vraag ik niet en hoe ver. Snap je? Waar je behoefte ja, hebt. Soms dan vraag je dingen en dan zeg ik ook gewoon: van luister, daal, dit heeft dit hoeft echt niet. Klopt. <laughs> dan denk ik van ja, ik, waarom, ik weet niet waarom je dit vraagt. Maar nee, klopt. Dit hoeft echt niet. Klopt. Ik heb gewoon in mijn hoofd, heb ik. En dan, kijk, als we het, als we het hebben over een specifiek iets, dan... Zeg je hebt een mentaal probleem. Uh, je zit gewoon even niet goed. Um, dan heb ik voor mij... Ik heb gewoon een oplossing in mijn hoofd. En het maakt me niet uit wie, wie zegt hoe het dingen moeten. Dit is hoe we het gaan doen. Dit is hoe ik weet dat ik dit ga oplossen. En. Uh, ...in bijvoorbeeld mijn oplossing zit van... ...oké, okay, ik heb nu even 25 minuten spreektijd nodig bij Daal. Ik ga dat doen, daarna voel ik me beter. Oké, okay, dat heb ik gehad, afvinken, volgende stappen, ga ik doorlopen. En daarna is het opgelost. Het heeft voor mij altijd zo gewerkt. Mm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En om die reden hoef ik geen sidequests nog erbij. Ik hoef niet een... Um... Ik snap dat er vanuit jouw kant... Dat, dat jij, je maakt je zorgen en jij gaat natuurlijk, jij wilt, je hebt dingen je gaat dingen, je gaat het er ook over hebben je kan niet gewoon afsluiten van oké okay, hij, heeft, hij heeft zijn ding gedaan, ik ga het er niet meer over hebben nee je bent menselijk en je bent behulpzaam en, dan, en vooral door dat stukje, die behulpzaamheid is het voor jou moeilijk om, om um, die borders te respecteren van mij mm -hmm. jij wilt gewoon weten of het goed gaat ja. en je wilt er voor mij zijn, maar dat helpt niet bij mij nee en misschien ook bij heel veel andere mannen. Ik ben heel benieuwd of, of heel veel andere mannen dit ook zo ervaren. Daal, long story short. Alle mannen zouden. Alle mannen. 99,9 procent. Ik klaar die 0,01 nog. Die zou altijd zeggen dat ze hun probleem niet vertellen. omdat ze andere mensen er niet mee willen opzadelen. Heel veel vrouwen zeggen dit ook. maar zeggen hun probleem uiteindelijk wel. Hmm. Heel veel mannen gaan hier de mist in. En zeggen het absoluut niet en nooit. Wat is er? Niks. Waarom knipper je zo gigantisch veel? Ja, ik uh, heb... Ik moet niezen. Heel veel mannen die... Um... <laughs> <laughs> Straight ik to the point. Ik moet niet En ik heb gewoon ook hier... Mensen denken, gaan echt denken van... Nou, wat is er met die meid? Die heeft gewoon een weerstand van 0,0. Is ook zo. Ik heb dus sinds ik ziek ben geweest... Ik heb dus het gevoel... Dat ik gewoon een bal in mijn keel heb. En ik heb met elke dat keer dat ik probeer te slikken... Gewoon echt... Nee, is spijt. Ja, en waarom ga je niet naar de dokter? Dit is wat ik bedoel. Ik heb geen oplossing nodig. Ik wil het gewoon even kwijt. Ga door met je verhaal. Ja, totdat je straks hier een, een of andere tumor nou, doe hebt even en denkt: Oh, ik wil zo'n oplossing? Ik wil Mijn vrouw, ik wil niet als je met me praat. <laughs> ik weet dat ik hier een bal heb, maar luister nou naar mijn verhaal. Wat doe jij, Daal? <laughs> Oké, okay, ga door met je verhaal. Dat is normaal, man. Als jij... Hé, hey, luister, Daal. Ik was net als jou vroeger. Ik had iets, ik had iets dan heb, pijn of wat ik weet, whatever, had ik een bal Ik denk, gaat vanzelf al weg. Nee, man. Ik ben nu bijna dertig. Ik denk, weet je wat? Mijn tong doet pijn. Bellen. Hallo? Mijn en tong doet pijn. En wie heeft jou zo gemaakt? Um, nou, ja, ik denk dat je hier een onderdeel van hebt. Uh... Ik heb hier een groot deel in, hoor. Hallo? Op een gegeven moment dacht ik... Ik ben het... altijd degene geweest die voor jou ging bellen, hoor. Je hebt het nog nooit... <lacht> <duidelijk>. <lacht> Jij hebt het je hebt nog nooit... Je hebt nog Nee, ja, hallo. Heb je dat ooit een assistenten Er is iets wat wij nooit zeggen. En dat zijn onze gevoelens. Maar <laughs> wij zeggen ook dat we nooit naar, hu naar huis als bellen voor een afspraak. Ja, echt waar. Je hebt nog nooit voor jezelf gebeld voor een afspraak. Oh ik ben altijd God. degene die voor jou belt. Ook al wil je niet, ik bel gewoon. Ik maak die afspraak voor ik je. Ik weet nog, ik heb een keer moeten bellen. En huh? toen ging ik... Ik had een keer moeten bellen. Dus ik ging bellen. <coughs> Hallo, huisartspraktijk, bla bla bla. Ik kijk heel aan, ik zet een van moet ik zeggen. Ja, 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 ja. ja klopt. Wat moet ik moet zeggen, help me, vrouw, ja. ik heb pijn. Ja, echt zo heftig. Oh, wat ernst. Oh, mijn god. Nou, het twalen helemaal Ik op. weet niet eens meer waar ik was, man. Ja, maar goed, ik denk dat het wel. Uh... Ik vraag me gewoon heel erg af, de mensen, de mannen die dit luisteren, hoe zij erin staan. Echt waar. Ja, echt heel benieuwd. Ja, als er mannen zijn, laat het, als laat het weten Als er mannen zijn, man. dat is ook natuurlijk de vraag. Als er ma Tuurlijk zijn er mannen. Ja, je wel, maar ik heb Natuurlijk, het man, dat... mijn mannen zijn hier. Ja. Mijn mannen zijn hier, natuurlijk. Oh, ja, luister, als je een man bent, zeg even in de comments. Ja, laat even man. weten hoe uh, jullie erin staan. Um, en dan was er nog iets. Jij zei van je wilt er nog hebben over van waarom zijn vrouwen zoals ze zijn of waarom noemen ze zoals ze zijn. Wat bedoel je? Sorry? Wat? Wat? Huh? Was? Huh? wat zaden zich? Nee, nee. Dat is geen Duits. <laughs> wat, 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 wat was dat? Duits? Nee. Was dat geen Duits? Nee. Nu du bist een beetje krank. Ja, dat is het enige wat je kent. Nein, nein. <laughs> nee, nee. Luister. Um, Ik wil nog meer. Nee, nee. Waarom zijn wat. wat zijn jij dan? had in de vorige podcast had jij iets gezegd van. Ja, en we gaan het er ook over hebben van vrouwen. Waarom doen vrouwen zoals ze het doen? Toch helemaal die, die tornado op je tafel maken. Ja, maar ik, oké, okay. oké. Okay. Veel, mannen, veel mannen denken van, weet je, waarom? Uh, ene moment. Uh, oké, okay, een gek. Ik zag hier gisteren een TikTok van. Nee! Um, hm. Ik zag het vandaag. Oh. Ik zag het vandaag. Hm. Een, van, een van onze vrienden had gedeeld. Nog niet gezien. Ja, gaat weg. Oh, die had ik gedeeld. Had jij die gedeeld? Ja, in, die, in de groepsearching. Groeps ja. Vrouw gaat weg. Man zegt tegen vrouw... Oh, ga je, ga je naar je andere vriend? Uh, en die vrouw zegt... Uh, in die video zei ze... Uh, van, Gewoon een grapje van... Oh ja, dat ga ik doen. Oh ja, dat ga ik doen. Nou, dat was het. Man gaat weg. Oh nee. nee, man zit op telefoon. Vrouw zegt... Oh, ben je je andere vrouw aan het appen? En die man zegt van... Ja, ik heb haar net laten weten over jou. En dan wordt die vrouw boos. Hou. Hou. Ja, Hoe is het, ik Wat gebeurt hier? <laughs> weet ik niet. Dit weet is ik, gewoon niet. Letterlijk, ik kan daar geen antwoord op geven. Dit is gewoon, dit is gewoon een, een, een kickboxwedstrijd waar alleen jij mag boksen, ik niet. Ik moet hier gewoon staan. Maar noem eens een paar voorbeelden. Want deze voorbeeld heb je, heb je genoemd, maar ik, ik, uh, ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik, ik kan daar niet... Uh... Als er iets moet gebeuren, moet het uh, uh. nu. Waarom kan het niet straks? Ligt aan wat? Ligt er echt aan wat? Ligt er echt aan wat? Ik kan voorbeelden noemen. Als ik aan jou vraag. Oh, en ik, ik weet dat ik daar als nieuwe moeder. Ik voelde zo een. Uh, het, het kan heel gek klinken voor, voor, voor vrouwen die nog geen kinderen hebben. Of voor moeders die het niet hebben meegemaakt. Maar ik kan me nog zo herinneren. Dat toen ik boven was met onze newborn baby. En melk moest opgewarmd worden. Of je moest een, iets pakken: een speentje, een kolf of wat dan ook. Dat jij zei: Ik doe het zo. Dat ik dacht: waarom zo? Ik heb het nu nodig. Ik zit hier met een baby die honger heeft, helpt of hey, wat dan luister ook. Luister nou, dit is echt onzin Wacht, of dat jij wel naar beneden gaat en het gaat doen. En, waar ben jij? Kijk. Misschien dat. Snap maar je? Als, ik, als jij zegt: ik heb een spin nodig, of whatever. Ik heb nooit gezegd: van, ik heb het niet specifiek. Maar... Ik heb het nooit gezegd. Oké, okay, maar, is maar toch wat... Stupid wat je zegt. Nee, oké, okay, dat heb je niet gezegd. Maar er zijn mensen die het <laughs> wel zeggen. Of andere, dat, andere ouders. Ja, of dat jij wel, ja. hebt, dat, dat jij wel naar beneden hey. ging en dat ging halen. Maar dat je echt... Je bleef gewoon een eeuwigheid weg. Het is geen Voor jou, eeuwigheid. Hoe is het een eeuwigheid. Het is geen eeuwigheid. En het is ook door nee, hormonen dat, die op dat moment door je jij lijf gieren. Als jij wil dat als jij zegt van... Ik heb dit nodig, dat ik drop alles wat ik aan het doen ben. Nee, maar ook... Ik zit op de wc, ik ben bezig. Je zegt, ik heb dit nodig, ik moet gewoon opstaan broek omhoog. <laughs> Niet tegen niks. Nee, nee, nee. Eeuw. Broek omhoog doen, gewoon lopen. Nee, maar ook als ik aan jou vraag van... Eh... Um... Uh... Dan app ik jou of dan bel ik jou. Want ik zit in de auto. Ik bel jou handsfree. Uh, dan bel ik jou. En dan zeg ik van... Hé, hey, ik rijd nu de straat in. Kan je alvast de deur openen? Want ik heb gigantisch veel tassen. Ja. Ben ik geparkeerd? 500 uur later gaat eindelijk die deur open. Dan denk ik, weet je wat? Ik doe hey. het wel bij mezelf. Uh, doe ik het wel zelf? Hey, luister. Op dat moment, je kan aan twee dingen denken. Hij is er nog niet. Oh, hij zal waarschijnlijk wat aan het doen zijn. Uh, en twee... Je had ook gewoon kunnen opstaan met je lazy ass opstaan. Je gaat de deur in. Je gaat. Doe je, doe je ding. En wat, um, Zodra ik het kan doen, dan ga ik naar beneden. Ja, maar... Ik ga naar de auto toe en ik pak de spullen uit de auto. Maar wat doe ik? Wat doet nee. Dat nee, nee, Ik ben een strongere woman. en dan gaan ze daar lopen met haar 1,50 meter en die tassen die het op de grond komen. Ze sloot de auto open. Nee, ik heb helemaal geen hulp nodig. Ik heb helemaal geen. Wat is dit? Maar ik bel je toch al. Ja, dus op dat moment, jongens luister. Mevrouw, ik weet, dat u, ik weet dat u een nieuwe website nodig heeft, maar mijn nee, vrouw is nu oh. in de straat. Stop alles. Bel 112. Nee. Doe de lantaarnpalen aan. Rode lopen, nu, nu, nu. Nou, doe even normaal. <laughs> nou, Dat kan niet nou. Dat, soms dan kan het niet. Nee, dat snap ik ook wel. <coughs> maar dan zeg je toch van, ik ben nu bezig met, voor mijn werk of whatever. Dan weet ik het. Dan, dan ben ik erop voorbereid, snap je? Ja, of, of je denkt gewoon na, toch? Iets wat wel is en wat ik echt niet kan verklaren waarom de meeste vrouwen dat doen... Um, of de meeste vrouwen die ik ken, dat doen. Ik weet niet of heel veel vrouwen dat doen. Is um, stel we gaan wat eten ergens. Of nee. Oh my god. <laughs> Allahu akbar. Je wilde ik oh my god. Stel je voor. Nee, maar wat, maar wat, ik wacht. ga dit zeggen wat? dan. Oké, okay, vertel. Ik, ik ga dit zeggen. Het, is. het maakt niet uit. Dit is ook echt verschrikkelijk. Oké. Okay. Jij zegt tegen mij, ik heb honger. Ja. We staan in de, in de winkel, uh, weet ik veel. En jij zegt: Heb je geen zin in pizza? Nee man, ik heb geen pizza. Dan zeg je: oh, Weet je wat, ik hou ook niet. Gaat het? <laughs> je hebt toch honger? Gaat dan eten? Ik wil niet. <laughs> ja, maar dit is. Waarom neem je mee? Ik ga wel met jou zitten, want terwijl je eet. Hey, hallo, da, als ik honger heb, jij niet? Hey, luister. Ja, ik chop die ding gewoon hoor. Ik weet het. Kijk maar maar dit, wat dit, je heeft, doet. dit heeft niet specifiek te maken met de supermarkt. Het dus is echt als je ergens eten haalt, haalt van buitenaf. Dus stel je voor, je gaat ergens. Uh, stel je voor, je zit in de auto. Je bent ergens vandaan gekomen. En ik zeg van ja, ik heb echt honger, zullen we ergens eten? En dan zeg je ja, ja is goed, maar ik heb geen honger, ik ga niet eten. Dan denk ik bij mezelf ja, laat maar dan gaan we niet. Snap je wat ik bedoel? Luister, je alle, alle vrouwen gaan, gaan, het, gaan het met jou eens zijn oeh, weer gezelligheid, weer gezelligheid. Ik ben echt nog steeds hartstikke gezellig zonder eten. Hè? Ja, dat weet ik. Nog steeds. Ik. ik ben nog steeds daar. Dat ik zou weet als, als, ik. moet ik doen alsof ik eet anders? Weet je? Daar, oh, echt, daar gaat het niet om. We. Nou, dit kan niet. Dit, is gewoon, dit zijn problemen. Jij gaat niet meer eten omdat ik niet eet. Ja, maar nu doe ik het wel hoor. Wees je nog toen wij naar Albert Kuip gingen? Ja, ja, Jij hebt geen een keer. honger. Ik sta bij die kraan. Bam, eten. Volgende kraan. Wil je, daar? Nee? Oké, okay, hop. Op, op volle, volle wangen, hamsterwangen zitten eten, eten, eten. Jij eet niet? Ja. It is what it is, man. Ja. Dan is het al. Oh my god. Wauw, man. Maar ja, ja wat, wat... Ja, jij... ja, Ik weet dat jij hebt de vrouw nu door. Heel veel hebben dat niet. Op het gebied van... Um, ik heb de vrouw enorm door op het gebied van um, stemmingswisselingen. Hmm. Vertel. Daal, long story short. Jullie kunnen daar <laughs> gewoon niks aan doen. nee. Je kan er een heel klein beetje aan. aan um, kijk, <clears throat> waar ik het, wat ik wel moet zeggen is. Een vrouw heeft nog steeds een brein. Daar dank je. Ja. We hebben een brein, jongens. Nee, maar een vrouw heeft nog steeds een, een goed werkend brein. De meeste. En um, hebben door wanneer ze een beetje kut doen. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. En op dat gebied zou je nog, zou je nog gewoon. Um, voor zover dat kan. Um, gewoon proberen niet geïrriteerd te zijn. Ook ja, maar al dat is ge... zo makkelijker ja, ja. gezegd dan gedaan. Ik ja. snap je, maar ik zeg toch gewoon, ik zeg toch proberen. Ja. Ik weet nu dat als, je, dat als jij opeens verdrietig bent of op e om alles moet huilen, subhanallah. Ik snap dat niet, maar echt waar, dat is een 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 een, een wonder, een wonder van. <laughs> nou anyway, opeens huil je. Een paar minuten later ben je gewoon opeens enorm blij. Daarna ben je geïrriteerd want de weet ik veel, zijn er zijn nog maar twee algurken over. Het um, is ook zo over. Zeg maar, nee, maar dit is zo. En aan de ene kant, ik weet van oké, okay, sowieso naast zeg maar dat menstruatieperiode, ga ons op dat jullie emoties, weet ik dat je ook een PC niet barky bent. Ha, 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 ha. Nee, maar omdat ik rekening hou van oké, okay, cyclus, laat maar gaan. Ja. Just go with the flow, man. Rollercoaster. Ja, hey. ja man. Blij, ja. boos, blij. Ik had... Uh, hey, dan gaan we de... hey, blij, boos. Echt zo overdreven. Ik had wel van de week, eergisteren of zo, was ik... Ik was super chagrijnig wakker geworden. Ook heel erg... Ik, ik, ik werd chagrijnig omdat ik chagrijnig was. Snap je, ik bedoel? Ja. Zo van, ik werd meer zagrijnig. Ja, ja, ja. Waarom ben ik zagrijnig? Er is niks. ja Er was niks, maar ja, ja. ik word zagrijnig omdat ik zagrijnig ben. ja En toen uh, uh, zaten we ook in de auto en ik zei tegen haar... ik ben gewoon zagrijnig, laat me maar even. van het it, it waait wel over. Ja, en weet je wat toen deed, Daal? ja Ik ging gewoon echt tegen je in. Wat deed je ook alweer dan? Ik zei gewoon van, Daal, Daal probeer, ga nu even reflecteren. Wat is er? Ja, er is niks, er is niks. Ja, wat doe je dan zo raar? Wat doe je dan zo raar? En ja. toen moest je lachen en toen was het weer... Toen gingen we weer zo... Hey, blij hey. <laughs> Nou ja, mensen gaan echt denken dat ik een of andere... Wang, nou, veel vrouwen zo, die nee. zijn gewoon zo. Misschien hebben ze dat niet door. ja is En dit is niet slecht. Dit is hoe jullie in elkaar zitten. Zeg ja. maar, dit is en de jullie... ene heeft er meer last van dan de ander. Ja. Ik moet zeggen, ik had voordat we überhaupt een kind hadden... had ik er echt amper last van, zoals nu. Ja, klopt man. Ja, hè? Ja, dat klopt. Ik had er voorheen echt wel dat ik op een gegeven moment was, hè, wel ging huilen vaak als, er, als ik iets zag of uh, iets schattigs zag of zo, maar nu ik moeder ben, is dat echt veranderd. Dat is echt gewoon een, het is gewoon een uh, tornado. Ja, en uh, kijk, het is, ik denk dat het aan mij uh, is hoe ik ermee omga, toch? Als ik, ik, ik weet van, oké, okay, uh, dit gaat nou eenmaal gebeuren. Um, ik kan hier niks aan doen. Uh, ik, kan, uh, ik kan net zoals sommige mannen doen... en echt gewoon er tegenin gaan. Of ik... Uh, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, of, ik, of ik maak er een soort van het beste van. Maar ja, wat moet ik doen? Ja. Wat moet Want ik doen? Want je weet, het is, het is een dag of twee... en dan is het weer goed. Ja. En dan weer dit en dan weer dat. Ik had dus ja. begrepen... Um, of jij hebt mij vertelt... of ik heb dit gelezen. Ja... Het zijn dus vier verschillende weken. Ja. Week één, empowerment of zo. En dan in week 3 is het weer iets. En dan in week vier is het uh, ja. verdrietig of zo. Ja. En je hebt, uh, ja. Ik las dat en ik dacht, ja, wat, ja, wat wil je doen, man? Het <laughs> is toch erg? I am here to suffer, man. Hallo, de vrouw net Men zo. Men are hoor. made to suffer, daal. Zo. <laughs> Dit is een... Um, Eerlijk dan, dit is echt een, leuke, een leuk onderwerp geweest. Ik, hoe laat, hoeveel spreken we al? We spreken bijna een uur. Zo. Zo. Is het genoeg, denk je, of denk je. Ja, behalve als jij nog iets hebt. Want, want er is nog een ander onderwerp, dat gaan we niet nu bespreken. Ja. Dat werd verteld in de. Oh ja. In de live. Ja, ja dat werd, daar werd over gevraagd of over gezegd. Of... Over gentle parenting. Gentle parenting. 0 tot. 0 tot. 0 tot Peuterkleuter. 0 tot 4. 0 tot 4. Bij bijvoorbeeld. Ja. 0 tot 4 jaar. Ik vind het een heel leuk onderwerp. Ja, ik ga mijn huiswerk doen. ga ik, ga ik een aantal vragen proberen te... Ja. Goede vragen voor jou. Want jij bent hier de, de nou, medisch verpleegkundige. <laughs> nee, 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 nee. Ik zeg het verkeerd. Medisch jup. <laughs> doe eens normaal. <laughs> zo'n vette baan. Oh my god. <laughs> ik heb zo'n saaie baan. <laughs> ja, ik, vind, ik vind mijn werk oprecht ja. echt zo hey, leuk. Nou, ik zou het ook echt gevonden. Weet je wat ik echt heb? Ik ja. heb dan spreekuur, zeg maar. Dat is dan een ochtend van half negen. Ja, Laten we zeggen half negen tot half één. En ik kan daar zoveel goede energie van krijgen. Echt waar. Als je dan die kindjes hebt en die ouders. En ja. Ook als ik bijvoorbeeld merk van. Uh, je, wilde, je wilde stoppen. Nee. Oh. Of als ik merk dat ik zeg maar binnenkom bij die ouder. Dat uh, sommige ouders komen binnen met een muur om zich heen. En dat mij toch lukt om, om dat muurtje. Weg te halen. In maar die ene afspraak. Om die. Niet helemaal weg te halen, maar wel omlaag te krijgen. lijkt me echt satisfying. Ja, man. en dan denk ik van wauw. Dat lijkt me gewoon vet, man. Ja, gewoon satisfying. Maar <coughs> ik, ik denk, een... zolang je het doet met je hart, ben je al goed. Weet je, 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 je moet echt iets doen met je hart als je een zorg werkt, sowieso. Ja. Voor het geld doe je het niet. Snap het je? enige wat ik echt satisfying vind van mijn baan, is uh, als ik gewoon mensen dingen kan geven. Als ik ze wat heb kunnen geven, en ze waarderen dat enorm. Dat, dat is voor mij wel echt lekker man. Dan. Wat bedoel je iets geven? Nou, um, ik heb een aantal klanten die lang bij mij zitten, echt zeven jaar of zo. Mm -hmm. En um, dan vragen zij bijvoorbeeld iets aan mij om te doen, en dat zit dan niet binnen hun pakket. En um, in plaats van dat ik hun laat betalen, zeg ik weet je wat? Ik krijg deze van mij. Oh ja, yeah. zo. So. Ik krijg deze van mij. Ook al kost het mij, uh, zou het mij enkele duizenden euro's kunnen opleveren. Zeg ik, weet je wat, je krijgt deze van mij. En dan sommige mensen, die zijn echt gewoon, gewoon blij, toch? En die, die waarderen dat daadwerkelijk. Dat is echt fijn. Ik heb altijd al gezegd dat als ik gewoon kon doen wat ik nu doe, maar totaal gratis, dan had ik het gedaan. Want het kan gewoon niet in deze wereld. Nee. Ik hou niet van geld. Nee, maar dat is het, hè? 49,51. 49,51. Ik, ik hou niet van geld. Ik vind het, zeg maar, als valuta... Ik je moet het even goed uitleggen. Here, had hier altijd laatst ook over. Ik hou niet van geld, maar ik heb het wel nodig. Ik kan anders niet, ik, ik kan niet met, uh, met een thumbs up de, de huur betalen. Dat nee. kan niet. Snap je? Ja. Uiteindelijk hebben we het nodig, maar het is, het is wel gif. Geld is echt gif. Ja. Maar goed, uh, als, als, uh, als waarderingen valuta hadden kunnen zijn, so, was ik al lang omgedraaid. So, dan 90%. was ik uh, misschien wel uh, multi uh, hè? multiwaardering. multiwaardering. multi. -waardering. multi, -waardering. multi... Ah, ja, laat, laat maar. Me zitten. Hey, it, it, it's a rap denk ik hè. ja. Yeah. ja. Yeah. Yeah. dames en heren, dank je wel voor. Zei... Het... sorry. <laughs> <laughs> wat zijn er wat we de volgende keer. oh ja, dat heb je al gezegd. Ik kan afsluiten. Dames nou, en heren, dankjewel voor het kijken. Um, vergeet niet te liken, subscriben, abonneren, doe al die dingen volgens op social media. We hebben twee accounts, bel.co, dat is het main account. Daar zie je bijvoorbeeld onze producten die we maken. Dat zijn deze producten onder andere, zijn vierkante kussen. Die moeten nog één van worden gemaakt. Op maandag om 8 uur gaan we live. Elke maandag om 8 uur in de avond op TikTok. Op TikTok gaan we live op ons uh, main account bel.co. Op TikTok en op Instagram hebben we nog een ander account waar we de clips delen van, uh, van de voorkest. Dat zijn de leuke clips of de informatieve clips. De Belm Wallcast, dat is op, zowel op TikTok als op Instagram. Vergeet niet, mocht je een bestelling willen plaatsen en mocht je willen dat we deze filmen of, of dat we het in, de, in, de, in een livestream maken of uh, tijdens de volcast zelf, doe een bestelling. Vergeet niet de kortingscode Chat15. 15%, 15 veel, korting. Hoor, ja. ik, deel, ik deel deze korting alleen met de mensen van de Wallcast. Op YouTube, Spotify en ja. op TikTok. Ja. Instagram niet, man. Nee, weet ik. Stay exclusive. Dankjewel, dames en heren. Yes. Talk to you in the next one.